Gisteren, eind van de middag, is op de A1 ter hoogte van de afrit Voorst een personenauto op een pijlwagen gebotst. De pijlwagen die stond daar om aan te geven dat een rijstrook was afgesloten wegens werkzaamheden aan de A50 tussen knooppunt Beekbergen en Arnhem. De bestuurder van de personenauto raakte niet gewond. Wel raakte zijn auto zwaar beschadigd. Ook de pijlwagen raakte zwaar beschadigd. Beide voertuigen moesten worden afgesleept. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend.